Vandaag gaan we stoofperen maken. Wat heb je ervoor nodig? Een kilootje stoofperen, dat zijn er in dit geval 8. Een verse citroen gewassen. Een kaneelstokje. 6 kruidnageltjes. Een mooie pan om het allemaal in te doen. 100 gram suiker. Het ligt even aan hoeveel zoet je wil, maar ik doe in dit geval 100 gram. 3 deciliter water en een lekker glas rode wijn. We beginnen met het schillen van de peertjes, de stoofpeertjes, de giezen wilde mannetjes. Het ligt eraan even aan wat je wil. Als je gewoon als nagerecht wil serveren, als een mooie decoratie, dan is het verstandig om alleen te schillen en het steeltje eraan te laten. Ik ga het even voordoen. Als je hem wilt serveren bij een bolletje ijs en je wilt het leuk decoratief houden, dan is het slim om hem gewoon alleen maar zo te schillen, waardoor je een leuk dingetje met een bolletje ijs en dan ziet het er heel erg leuk uit. Maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan ze gewoon schillen allemaal en dan gaan we ze in partjes maken. Dus tot zo. Nu ze allemaal schoongemaakt zijn, ga ik ze in partjes verdelen. Dat doe ik omdat ik het als een bijgerecht serveer. Dus dan hoef ik het niet heel erg decoratief te maken. Dus ik probeer dit met allemaal. Ik begin bovenaan. Heel rustig. En heel voorzichtig. En dan is hij schoon. En nog één. Nou, dan zal het ze allemaal gedaan zijn. Zo, nu hebben we het zwaarste werk wel gehad. Dit zijn alle patjes. Die gooi ik lekker in de pan. Ik neem de citroen, ik maak daar wat schilletjes van los, ongeveer 2 van dat soort. Kijk, die gaan erin, snijden de citroen door, het sap zonder de pitjes mag erin. Zien jullie natuurlijk niet, een beetje dichterbij gaan. En omdat ik het in mijn hand laat lopen, hou ik de pitjes tegen en krijg ik alleen het sap. Eentje naar hem, maar die heb ik hier. Kijk, dit zijn de pietjes. Even de handen aanspoelen. En dan gaat het water erbij. Dan gaat het glas rode wijn erbij. De 100 gram suiker. Het kaneelstokje en de 6 kruidnageltjes. Dit gaat op het vuur. Zoals je kan zien staat de pan op het vuur. We wachten even tot het kookt en dan gaat het naar een kleinere pit waar ik ook weer een plaatje op heb gezet zodat het sudderen blijft en dat het niet te hard doorkookt. We gaan eerst even kijken of ze al koken. Nou, kijk.
Het begint al lekker. De geur is prima, maar dat zien jullie niet natuurlijk. Oh, het ziet er goed uit. Hij begint te bobbelen en als hij bobbelt, gaat hij zeker 2 uurtjes op een klein pitje met een plaatje. En dan zien we elkaar weer. Omdat ik eigenlijk heel nieuwsgierig ben hoe het er na een uurtje uitziet. Oeh, kijk, dan lekker roken. Even kijken. Ja. Zo ziet het er ongeveer na een uurtje uit. Mooie kleur. Maar we gaan nog een uurtje verder. Nou, dit is na 2 uur. En zo zien ze eruit. En zo zijn ze heerlijk, heb ik net geproefd. Dus zoiets makkelijk.